Walter had vorige week een postnatale depressie. U weet dat hij 2 weken geleden zijn eitjes heeft uitgebroed. Het is al iets beter, maar er nog niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Hij begint nu zijn kinderen te... Bij ons hier, dames en heren, Sigrid Vinks en... Hoe hij aan dat wijf gekomen is, dat weet ik niet. Hij bedoelt eigenlijk, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Het zijn Sigrid Vinks en Jan de Korte, dames en heren. Allebei in het theater en eigenlijk ook allebei een beetje politicus, want ze doen alles met z'n tweeën, klopt dat? Ja. Alles. Zelfs het voor de hand liggen. Ja. Doen wij ook met z'n tweeën. Dan is het waarschijnlijk een drukke week geweest, want jullie hebben de laatste herneming van meneer De Zot en het Kind in de KVS gehad afgelopen week. Dat wordt heel vlot verdeeld eigenlijk. Dus we zijn voor ons doen zeer veel in het parlement geweest. En we hebben natuurlijk ook gespeeld en dat viel allemaal... goed mee en was allemaal even plezierig. Allee, soms was het wel lang in het parlement. Ja? Ja. En je blijft dan toch? Ja, de plicht roept, hè, Mark. Ik ben niet verkozen. Ja. En ik ben een uurtje over huis geweest om iets te gaan eten en toen zat hem op café met Miet Smet. Ja, je kunt mij... Op café met Miet Smet? Ja. Het is al beter als op Miet Smet met een café. Ja. Maar... Nee, je kunt mij dus niet alleen laten. Hè. Ik ben dan in volstrekte paniek en wandel gewoon achter het eerste groepje mensen dat doet. Ja. En je wil natuurlijk graag Kamerlid blijven? Misschien ja, ik zou daar wel zin in hebben. Ja. Ah, dan moet je toch iets doen, als onafhankelijk opkomen dat... Goh ja, dat was ik nu vergeten. Dan moet ik iets doen. Hè. Ja. In plaats van mij dat te zeggen, dat is dringend. Hè. Bij jullie altijd zo, zij moet het zeggen en jij doet het. Ja, ik doe alles wat zij zegt. Ja? Dat klopt, ja. Hij functioneert absoluut niet alleen. Nee. Zijn jullie eigenlijk getrouwd? Nee. Dat is er nooit van gekomen. Hij heeft gezegd bij Jan van Rompuy dat hij mij te lelijk vindt. Te lelijk? En hij gaat met niets met op café. Ja, maar nee, toen had ik al gedronken, hè. Ja. Nee, want jij toen bij Van Rompuy gezegd dat je niet met mij wou trouwen omdat ik dan familie was van u. Ja, dat klopt. Ik bedoel, het een verwijt is het ander waard. Ja. Wat denk je eigenlijk van het crisisplan? Ik denk dat het goed is. Ja. Op zijn haar zijn gegoten, ja. Op zijn haar zijn gegoten? Ja, maar heeft het over jou wel. Ja. Ja, inderdaad. Nee, maar doe maar goed. Dat is nu ongeveer het enige dat ik niet op mijn haar heb gegoten. Dat is al zijn. Maar de rest allemaal... Het crisisplan vroeg ik. Ja, u vroeg het crisisplan. Wie is die mens eigenlijk? Nee, het crisisplan... Dat is geen mens, het crisisplan. Nee, ik denk dat het vooral goed is dat er een tijd stabiliteit komt. Hè. Daarom heb ik dus ook wat Martin Tangen ook mogen beweren en wat Louis Standaard er allemaal mag staan uithalen. Maar ik heb het crisisplan gesteund. Ja. Dus weinigen in de oppositie hebben dat gedaan? Geen één, behalve ik. Behalve Jan de Korte. Dus iedereen vindt mij daar weer gewoon krankzinnig. Maar goed, dat is dan voor hun. Maar ik vind stabiliteit... het belangrijkste. Ja, en dat zijn iets met ook waarschijnlijk. Ik denk wel na een je laat tijd... wel een beetje leiden door je cafékennis. Na een tijd was ze daar toch vanaf van het idee. Ja, dat zo na 3 rode wijntjes, dat stabiliteit het van het was. Nee, maar dat vond ik... Ja, maar het is natuurlijk midden in de nacht op dat moment. Er wordt al gemakkelijker gelachen op zo'n moment. Ze mogen al eens lachen, maar ik lach toch liever met belangrijke dingen eigenlijk daar. Ah ja. Ja. Als ze zo rond 3-4 uur 's nachts in de kamer bij elkaar zitten, voel je dat aan de sfeer? Ja. Iedereen is zeer hysterisch. Hè? Ja. Zeg, moet jij niet wat praten? Ja, maar het gaat allemaal over de politiek. Ja, het is waar. Daar weet je echt niks van. Ja, dat... Laat dat wijf eens doen, zei maar daar ben ik het volledig mee. Dus jij bedoelt dat mevrouw iets Absoluut. Ja. Ik ben daar volledig mee eens. Allee, zeg iets, schattenbloem. Ja, maar dan moet hij eerst een vraag nog hebben. De sfeer in de kamer, maar daar was u niet bij waarschijnlijk s'nachts. Ah, jawel, ja, ik was er wel bij. En? Dan liggen daar zo bosjes mannen te snurken in de foto. Is dat echt zo? Ja. Zeer luid. Ja, dat is echt zo. De leeszaal ligt dan vol snurkende mannen. Ja. Die dan door het jolig belgerinkel tijdig gewekt worden om te stemmen. En om te stemmen hebben ze dan allemaal toch een stencil of een fotocopie waarop staat ja, nee of onthouding. Ja. Dus ik bedoel, het is gewoon op de knop van de juiste kleur drukken. En tussen jou en Jean-Pierre Van Rossum, hebben jullie nog contact? Nee, maar dat hebben we eigenlijk nooit gehad. Ah, ja. We hebben niet ooit één gesprek gehad van een uur of 5 over mijn schrijfwerk. En toen is hij opgestaan en heeft gezegd,
En voilà, ik ga nu als eerste op de liste plaatsen in Brussel. En toen heb ik gezegd, fijn Jean-Pierre, vooral doen. En daarmee was de dialoog afgelopen in feite. Je moet toch nog een beetje oefenen op je imitatie van Jean-Pierre Van Rossum. Maar hartelijk dank voor jullie komst naar onze kooi. Het is graag gedaan.